Goedemorgen en super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Marjan. Het is de moment 17 augustus. Zoiets. En het is 7:30. En 12 uur moet ik naar school. Super veel zin in. Eerste schooldag. Want ik ga naar de brugklas. Eerste schooldag. Echt ontzettend veel zin in. En ik moet nog even alle dingen pakken. En om 11 uur moet ik ergens verzamelen. En dan gaan fietsen we naar school toe. Dus zin in. Heb je leuk zin in deze vlog? Doe alvast een duimpje omhoog. En dan ga ik me nu even lekker klaarmaken. Want het is al 10:55. Dus ik ga me klaarmaken. Ik ga nu mijn brood maken. Omdat ik moet om 12 uur school zijn. En we hebben dus volgens mij ook nog pauze. Want ik moest er nog eten mee nemen. Dus ik ga nu mijn brood maken. Het is nu 10:45 en ik heb mijn tas ingepakt. En nu ga ik naar school toe. Ja, nu ga ik naar school toe. Het is nu iets over 3. En we zijn bij Jasmijn. Ik heb net mijn schooldag gehad. Het was super vet. Super leuk. En ik kom dus aan. Zonder zwembroek. Er is een zwembad. Dus ja, ik kan niet zwemmen. Maar we hebben dus een paar dingetjes gedaan. Dus nu ga ik alsnog zwemmen. Dus ik ga hier in het zwembad zwemmen. Heerlijk. De afkoeling van vandaag. Het is wel bewolkt. Maar we gaan wel lekker zwemmen. Lekkere citroentaart. Het is weer iets over 4:30. Maar dat deed het lekker. Zo mijn lieve buskaart. Kijk hoeveel wespen hierin zitten. Die groot is de koningin. Maar die koningin die kan dus niet meer verdrinken. Er vliegen ook allemaal wespen bij. Omdat er zoveel wespen in zitten. Waar spelen we dus nu? Buskruid. Ik ben hem. Ik dacht eerst dat ik hem dat er iemand bij was. Dus toen ging ik voor de bal. Maar dat mislukte. Dus nu moet ik andere mensen gaan zoeken. Nu 4:45 en we hebben het de hele tijd weer. We hebben het weer even gezwommen. En nu spelen we weer buskaart. Het is nu 6:15 en ik ben alweer thuis. Want ja, we gingen om 6:30 naar huis en ik kom thuis. En we gingen gelijk eten, want Tristan moet weer voetbal. En ging om 4:45 weer weg. En dus gingen wij ook maar iets later eten. Want dan iets eerder eten, want dan kunnen we. Dus daarna gewoon nog, is het nog warm. En nu ga ik even mijn boeken die ik nog niet had uitgepakt, gewoon even goed in de kast zetten. Ik heb hier 4 vakjes even leeg gemaakt. En ik heb dus zo'n pakket en ik weet dus echt niet, er zit dus een plastic omheen en ik weet dus echt niet hoe ik het open moet krijgen. Dus dat ben ik nu even aan het proberen. Hier, deze hele stapel moet nog weg. Het is 6:30 en ik ga nu naar oma en opa toe om mijn boeken te kaften. Want ik had wel een paar gedaan en dan moesten dus nog meer. Dus ik ga oma even vragen of ze mee kan helpen. Ik moet mijn haar nog even. Oh, je moet je haar nog even goed. Ja, oké. Daar gaan we dan. Oma is nu mijn boek aan het kaften. Ik had gelijk alle boeken gewoon meegenomen. Ik weet ook niet wat er allemaal gekaft moet worden. Dus goed bezig, oma. Het is nu 7:50 en ik was alweer naar huis gegaan en ik was precies op tijd thuis. Nou ja, ietsjes te laat, want het was net begonnen met regenen, maar als je kijkt hoe lang het nu regent is, was ik echt precies op tijd, want ik weet niet of je het ziet, maar het regent knetterhard. Maar ik ben dus weer thuis en nu ga ik mijn boeken en etiketten opplakken. Morgen moet ik er toch weer heen, want ik heb een paar boeken, hadden we nog geen kaftpapier voor. Maar voor vandaag zijn we nu klaar. Bijna klaar, want ik ga nog even etiketjes erop plakken. En dan ben ik ook klaar. Kijk, hier is het nu super netjes. Hier heb ik allemaal boeken staan. Nog ook wat dingen. Maar als we nou omdraaien, is het nog niet netjes. Dus dat ga ik nu ook nog even netjes maken.
Ik ben klaar. Hier heb ik dus mijn boeken neergelegd. Nog wat andere spullen van school. Dan heb ik hier een kastje. Hier staan allemaal spullen. Die gewoon, ja, weet je wel. Heb ik hier gewoon een hele kast. Daar mijn kleding. Hier gewoon even mijn bed goed opgemaakt. En de kast natuurlijk. Dus het ziet er weer heel netjes uit. Dus we kunnen het schooljaar nu even echt goed beginnen. Het is nu 9:10 en ik heb dus mijn hele kamer opgeruimd. En ik ga zo nog even naar beneden tv kijken. En wat ik nog meer ga doen, dat weet ik niet. Want ja, het is vakantie, dus ik ga eerder naar bed dan normaal. En het heeft dus net kaart geregend, maar nu is de lucht weer heel mooi. Maar ik ga dus, weet niet, 8:45 naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, klik op het belletje om niks te missen van al mijn video's die online komen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao. Bello. Dr. Claw. Yeah.